Gemeenten zijn nu ruim een jaar bezig met het aardgasvrij maken van gebouwde omgeving. Toch gaat de afkoppeling in mondjesmaat. Hoe komt dat? Ik denk dat het belangrijk is om ons te realiseren dat we dit natuurlijk niet met een druk op de knop kunnen doen. Hè? Dus aardgasvrij maken van woningen, van buurten, van wijken, dat is iets wat we nog nooit gedaan hebben. Echt iets nieuws. En waar je sowieso gewoon goed onderzoek naar moet doen, goede gesprekken over moet hebben, ook met mensen in de wijk. En dus het is een illusie dat dat heel snel gaat, per definitie. Los daarvan, er ontbreken gewoon nog wel een paar dingen. Hè? Dus de belofte van woonlastenneutraliteit uit het klimaatakkoord is nog niet ingevuld. Hè? Dus we hebben nog geen goed verhaal richting bewoners over betaalbaarheid. De positie in termen van wetgeving van gemeenten is nog niet geregeld. Hè? We zijn nog niet in positie, bijvoorbeeld vanuit de warmtewet, om echt regie te voeren op nieuwe warmtewetten, om maar een voorbeeld te noemen. Wat we daarnaast echt wel gemist hebben, is dat het Rijk zich ook echt als partner heeft laten zien en samen met ons die boodschap vertelt. Hè. Sterker nog, je merkt elke keer als er in de Kamer weer een beetje mist ontstaat over kernenergie of over waterstof, dan merken wij dat gewoon bij ons in onze steden en dorpen, dat mensen weer onzeker worden. Van, zijn we eigenlijk met de goede dingen bezig? Dus dat helpt ons niet. Dus wij vragen ook echt, bijvoorbeeld aan het nieuwe kabinet, doe dat niet. Ga naast ons staan en zorg dat we een gelijkluidende boodschap hebben. Gaan we de 1,5 miljoen woningen van het aardgas afhalen in 2030 nog halen? Ik denk dat die 1,5 miljoen woningen in 2030 ambitieus is, maar dat het wel kan. Alleen de enige manier waarop het kan, is wel dat als razende roeland al die randvoorwaarden op orde zijn. Als we echt iets aan de wereld gaan veranderen, dus echt die wetten aanpassen, echt het financiële speelveld aanpassen, want het gaat niet vanzelf. En daarnaast hebben gemeenten ook een logistieke opgave, even los van klimaatbeleid. Als we dit in 30 jaar willen doen, dan moeten we ook die eerste 10 jaar wel echt uit de startblokken komen. Want als we nu 1,5 miljoen woningen in de eerste 10 jaar doen, dan heb je er nog meer dan 6 miljoen over voor die andere 20 jaar. Wat moet het kabinet gaan doen om de doelstelling dan toch te halen over 9 jaar? Regel het in het regeerakkoord. Dus voldoende middelen voor de samenleving, voldoende middelen voor de gemeente. En ook voldoende positie voor gemeenten. Wat daarnaast ook echt heel belangrijk is en wat we echt de afgelopen tijd gemist hebben, is dat het nieuwe kabinet hier ook voor gaat staan. Dus dat wij, als wij in die zaaltjes staan, of tegenwoordig in de Zoom-sessies met onze inwoners, dat we er niet alleen voor staan. Dat we ook niet afgeleid worden door allerlei verschillende signalen uit Den Haag. Dus ik zou zeggen, het nieuwe kabinet nodig ik echt uit om naast ons te gaan staan en samen die boodschap te brengen van het klimaatakkoord, dat we het echt gaan doen. Wat vraagt de VNG van een nieuwe kabinet? Het samenspel en de samenwerking veel beter gaan organiseren. En daarvoor hebben we echt iets van een nationaal programma nodig. Waar we overheden onderling, gemeenten, het Rijk, ook waterschappen en provincies. Maar ook een aantal andere maatschappelijke partners. Denk aan corporaties, denk aan netbeheerders. Denk aan de uitvoerende sector, de techniek, de bouw. Wij moeten echt met elkaar die samenwerking veel beter maken om te zorgen dat het puzzeltje in elkaar gaat vallen.